Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvloggie. Ik ga even een jurkje steamen, dus dat is het geluid wat je hoort. Het is vandaag dinsdag en ik heb eigenlijk weer de batterij van mijn camera erin, dus ik kan eigenlijk weer vloggen. Ik heb me even mooi opgemaakt, want ik heb zo meteen een event van de Douglas. Heel erg leuk. Ik doe dit jurkje aan van My Sister's Closet natuurlijk. Wel een leuke kleur van de Douglas. Douglas is toch ook een beetje blauw-groen-achtig. Nou, ik laat even mijn buik zien. Dit is mijn buikje. Dus het lijkt net alsof ik gewoon flink heb lopen vreten. Dat ik gewoon heel erg ben aangekomen. Ja, dat lijkt ook gewoon zo. Ik doe wel altijd na het douchen. Doe ik bio-oil. Ja, ik kan het heel moeilijk uitspreken. Bio-oil. Ik kan oil gewoon niet uitspreken. Dat is echt zo raar. Maar dat doe ik altijd op mijn buik. En dit voorkomt dan strié. Ik doe het ook nog hier in mijn décolleté. Want mijn borsten die worden ook groter. Dus dit doe ik elke ochtend of elke avond. Dit helpt bij het verminderen van littekens, huidstriemen, pigmentvlekken, verouderende en uitgedroogde huid. Even mijn nieuwe favoriete parfum op. Coco Chanel Madame Moselle. Deze heb ik van mijn ouders van mijn verjaardag gekregen. Ik vind hem zo lekker. Oh, I love it. Ja, lekker veel. Neem hem ook even mee in de auto. Dan spreek ik hem nog eventjes voordat ik de auto uitstap. Oké, ik ga niet te veel mijn haar zetten, want anders zak ik hem de krullen heel snel uit. Dit is mijn outfit voor het event waar ik zo meteen naartoe ga. Ik vind het wel een beetje overdreven eigenlijk. Nou, misschien ook omdat ik in mijn eentje daar naartoe ga. En dan wil ik altijd niet zo erg opvallen als ik ergens alleen kom. Maar ja, het is in het Pulitzer Hotel. Het Pulitzer Hotel is best wel een leuk hotel. Dus ik dacht, ja, weet je, dan kan ik hem maar gelijk leuk uitzien met een leuk jurkje. Kan ik ook even een beetje leuke content ermee maken. Dit is trouwens het liftjurkje. En ik draag deze in maat M. En hij is lichtgroen van kleur. En mijn buikje zie je wel een beetje. Een broodje kaasbuik, want dat heb ik net gegeten. Nee, er zit wel echt een baby in. Daarom ga ik ook naar het moederdag event natuurlijk. Dus dat is wel echt super cute dat ze mij hebben uitgenodigd voor het event. Nou, het is helemaal drama. Het is al 11 uur, ik ben te laat. En er is nergens plek. Hoe dom. Ik had gewoon met de taxi moeten gaan. Of met scooter. Maar ja, ik wil gewoon geen scooter rijden. Nu ik zwanger ben. Ik heb een parkeerplek. Nu denk ik wel 10 minuutjes lopen. Maar dan is het maar zo. Ik ben zo blij. Ik sta geparkeerd in de Jordaan. Is het wel de Jordaan? Jawel, dat is de Jordaan toch? Ik ben echt een neppe Amsterdammer geworden. En ik loop ook nog eens lekker hoerig. Maar gelukkig komt dit nog over mijn benen. Met mijn hakken. En een tijgerprint paraplu. Maar ja, ik ben dus nu wel kwartier te laat. Nog een kwartier lopen. Ik ben om 11:30. Maar goed, ik ben er in ieder geval. Dat is positief. Ik ga nu snel weg. Ach, ik moet even voorbij komen van deze rit. Want echt, mijn hartslag zat helemaal hoog. Oké, evenement gaat niet door. Mijn hak is fucking gebroken. Ik sta even voor de stoplicht hoor. En het duurt hier echt heel lang. Maar kijk, mijn hak is gewoon fucking afgebroken. Dus helaas, nou ja, het moet zo zijn. Ik weet niet waarom, maar ik rijd dus weer naar huis. Mama is weer thuis. Maar we blijven positief. Ik ben ook op zoveel evenementen al geweest. Dus eentje missen door omstandigheden. Kan geen kwaad. Maar goed. Ik ga natuurlijk weer andere dingen doen. Zoals het regelen van mijn baby gender review. Ik moet nog een leuke taart regelen. Ballonnen, versiering, decoratie. Dus ik ga maar even op zoek naar bedrijven die dat allemaal willen en kunnen doen. Mama is weer thuis.
Maar we blijven positief. Ik ben ook op zoveel evenementen al geweest. Dus eentje missen door omstandigheden kan geen kwaad. Maar goed, ja, ik ga natuurlijk weer andere dingen doen. Zoals het regelen van mijn baby gender review. Ik moet nog een leuke taart regelen, ballonnen, versiering, decoratie. Dus ik ga maar even op zoek naar bedrijven die dat allemaal willen en kunnen doen. Ik ga met Claire ook trouwens een nieuwe collectie online zetten. We moeten nog foto's maken, maar we doen wel altijd dat we alvast de producten toevoegen met de namen en de omschrijving erbij. Zodat we dan uiteindelijk alleen nog maar de foto's hoeven toe te voegen. En dat scheelt echt heel veel werk. Dat ga ik maar doen. Nou ja, mijn haar krullen met de 1000 stelten had totaal geen zin. Het is helemaal weer eruit. Ik moet eigenlijk ook een verstevigingsspul erin sprayen voordat ik dat doe. Want nu heb ik ook echt zomaar haarlak weer in mijn haar. Ja, het slaat helemaal nergens op. Nou ja, ik ga me omkleden. Ik doe wat anders aan. En we gaan maar verder met onze lovely Tuesday. Nou, ik heb inmiddels boodschappen gedaan. En ja, je hoort mijn eigen vlog nu hoor. Dat doe ik altijd op als ik wegga, zodat je mijn stem hoor. Maar ik heb dus nu... Sjaan is dus nog steeds loops, helaas. Dus een tip voor alle mensen die een hond hebben. Die een teefje hebben. Kijk, ik heb van die... Niek heeft van die luie broekjes gehaald. En dit zit perfect. 4+, luie broekjes. Doe ik wel een stukje schilderstape eromheen, zodat het blijft zitten. Want anders haalt ze dit er zo af. En zo blijft het er perfect op zitten. Het zit niet te strak voor de duidelijkheid. Het zit gewoon goed. En ja, dit werkt gewoon echt perfect. Ik heb dit gewoon aangehouden als hondenluiers. Kijk maar, ze stapte net de bench uit. Ze heeft echt een heerlijk rolletje daar voor zichzelf gemaakt. Maar zie je, ze lekt nog steeds. Dus ja, luiertje is helaas nog steeds nodig. Ik ga mijn boodschappen nu uitpakken. En ik ga wat eten, want ik heb nog steeds niet geluncht. Ik heb pannenkoekmix gehaald. Dus ik dacht, ik ga even lekker pannenkoekje bakken. En schoonmaakdoekie. Ik kan niet meer zonder schoonmaakdoekies. Schoonmaakdoekies for life. Ik gebruik ze echt elke dag. Voor alles. Eigenlijk is het best wel slim om een hond te nemen voordat je aan kinderen gaat beginnen. Want dan kan je alvast heel veel leren. In verband met schoonmaken, verzorgen, noem het maar op. Nou, ik ben thuis en ik voel me niet eens echt thuis. Komt ook vooral omdat het zo'n rotzooi is hier. Ik kan het niet aan. Maar ik ben er gewoon nooit. Dit weekend was ik in Breda. Ik ben elke dag bij Claire. Ik kom er alleen als ik dan even alleen wil eten. Of als ik even wil chillen. Of mijn vlog ga editen. Maar ja, ik zit hier echt en ik denk, wat doe ik hier? Maar misschien moet ik gewoon opruimen. En dan is het gevoel ook wel weer anders. Ja, ik ga even mijn boodschappen opruimen. Oh, ik heb deze gehaald voor mijn yoghurt. Granola van Bolletje met truffelchocolaatjes. Lavashkiri. Ik ben zo fan van lavashkiri op mijn broodje. Kan niet meer zonder. Cheddar cheese voor op een crackertje. Vind ik ook heel lekker. En ik heb deze bij de Lidl gehaald. Zijn van die knoppers. Maar dan van de Lidl. Ik ben benieuwd hoe deze proeft. Hij is wel iets minder dik dan de echte knopper. Maar wel goedkoper. Ja, hij proeft gewoon hetzelfde. Heel lekker. Detteldoekjes. 1+1 voor 4 euro of zo. Pannenkoekenmix. Doe ook maar in de 1 euro bij de Lidl. Zak gevroren aardbeien 3 euro. Kokosmelk. Elke dag drink. Doe mijn cornflakes. Ook in de 1 euro. Jongens, bij de Lidl bespaar je echt geld. Nep Kinder Bueno. Goedkoper dan echt Kinder Bueno. Ik weet niet hoeveel die kost. Ik ga vandaag nog lekker aardappeltjes maken. Met vegetarische kaasschnitzel. Nou ja, yoghurt als ontbijt.
Ga ik trouwens niet als avondeten eten hoor. Tomaatjes, sneptomaatjes. Paprika punch vind ik ook wel lekker om te snacken. 8 eten snijbonen. Chocola met pretzel. Bananen. Voor de hond. Van die vleesdingetjes. Beschuit. Lekker pannenkoekie, appel, kaneel. Vanmorgen weer lekker ontbijt. Lekker pannenkoekie, appel, kaneel. En ik doe nog even lekker wat suiker overheen. Nou, ik weet niet wat er met mijn pannenkoek aan de hand is, maar het moet echt fucking lang in de pan. Het ziet er echt niet uit. Maar ik heb hier dus kokosmelk ingestopt in plaats van normale melk. Misschien iets te veel. Dat is echt shit. Mijn pannenkoek is helemaal mislukt. Ik ging net proeven, maar... echt niet meer dat vandaag. Dit is gewoon een fucking meel. Oké, tip van Flip. Stop nooit kokosmelk in deze mix. Het is niet te vreten. Dan maar een broodje lavashkiri. Ik heb een samenwerking met Vinted, wat echt heel chill is, want het werd tijd om mijn kast op te ruimen. En dit is wat ik allemaal op Pronk or Closet online ga knallen. Dit is toch... nou, dit ziet er toch fantastisch uit. Dus helemaal niks voor mij. Ik heb het op kleur gesorteerd. Het is weer netjes. Als Niek dit ziet, kijk zijn ogen uit. Oh, heel lelijk. Maar ik mis hier een lade, want die was stuk. En ik heb nog steeds geen nieuwe besteld. Ik ga eten koken, Sjaan uitlaten. En ik moet producten toevoegen op de website. Ik moet vervolgens mijn vlog afmaken. Mijn huis opruimen. Oh, en het is hoe laat? Oh my god, het is echt al heel laat. Ja, en samen... oh, ik struikel gewoon over mijn eigen bed. Het is 7:15. En samenwerking duurt bij mij gewoon echt heel lang. Ja, ik ben er gewoon zo... 2 uur. Nou, je bent er zo langer mee bezig. Het is filmen. Ja, alles filmen, editen. En daar ben je gewoon zo 2 uur mee bezig. Ja, ik ben nu een reel aan het maken. En ik ben er gewoon echt heel lang mee bezig. Ik probeer echt mijn best te doen. Maar ik begon misschien ook wel een beetje laat. Dus dat is mijn eigen schuld. Oh, ik heb echt geen zin. Ik moet zoveel doen. Ik ga nu alles doen. Ik heb altijd haast. Ik moet altijd heel veel doen. Welcome to my life. Oké. Misschien een beetje een raar beeld dit. Maar ja, hè, we zitten toch nou eenmaal in mijn zwangerschap. Ik heb net echt... oh, ik heb net een partijtje lopen spouwen. Sorry als je aan het eten bent. Laat je eten even staan. Ik ga ook niet verder in detail. Ik moet wel even wat eten. Ik heb zo hondentraining met Sjaan. En Claire en ik hebben vandaag ook kortingscode. Want we bestaan vandaag een maand. Dus dat is super leuk. Of nou ja, we bestaan vandaag een maand. We zijn vandaag een maand, precies een maand open. Dus dat is echt heel leuk. We hebben een kortingscode. Maar als jullie deze vlog zien, dan is die helaas niet meer geldig. Geldt alleen vandaag. Dus ik verwacht wel dat het heel druk zal worden met de bestellingen. We gaan het zo meteen inpakken. En om het te vieren gaan wij vanavond uit eten met mijn ouders. En met Niek en met Colin. Dus ja, we willen het toch een beetje gaan vieren. Trouwens echt een hele fijne BH nu aan. Van, ja, van wat is het nou ook weer? De BH is van Triumph. En dit, je denkt echt wat een fuck voor groot ding. Maar dit zit gewoon helemaal aan je body. Dus het is best wel een leuk setje zo. Normaal laat ik geen BH of lingerie zien. Maar dit is net een bikini. Dus wat maakt het uit. Het zit wel echt heel lekker. Het is een goede cup ook nu. Mijn borsten zijn wat voller geworden. Dus het zit wat lekkerder zo. Ja, het is wel echt mijn favoriete BH. Ik denk dat ik wel meerdere van deze wil. Andere kleuren ook gewoon. Ik heb deze opgestuurd gekregen van het PR-bureau. Van Mason PR. Echt heel lief. Zo, we hebben weer lopen inpakken. Wij zijn dus druk bezig. Want de bestellingen die vliegen om ons oren. Omdat we natuurlijk een kortingscode hebben. Dus dan merk je gelijk dat er wel meer wordt besteld. Dat snap ik. Want ik zou dat zelf namelijk ook doen. We blijven toch allemaal van die gierige tata's. Als jullie begrijpen wat ik bedoel. Blijven toch Nederlanders, hè? We love sale en kortingen.
Maar goed, wij hebben gelukkig weer onze glitter vloeipapier. Dus het komt allemaal weer in leuke verpakkingen terecht bij onze klanten. Dit is onze glitter vloeipapier met onze stickertjes. Heel schattig. Want deze waren even niet meer in voorraad bij ons en de stickers ook niet meer. Dus nu komen de pakketjes weer helemaal leuk aan, leuk ingepakt. Dit doe ik aan vanavond. Ik heb dus de Sophia blouse aan, waar eigenlijk de broek bij hoort. Maar ik draag hem met deze jeans en deze schoenen. De cowboylaarzen zijn van Manfield. En ik wilde ze eigenlijk op Vinted zetten, maar ik ga het toch lekker niet doen, want ja, ik vind het wel leuk staan. Nou, ik ga lekker eten. Ik heb zin om te eten. Ik ga lekker schransen. Oh ja, en ik heb trouwens de app Zwangershap. En daarin kan ik dus zien wat ik wel en wat ik niet mag. We hebben heerlijk gegeten en we gaan nu naar huis. Ja, leuk hè? Vind je het ook lekker? Ga maar leuk hoor. Lekker. Wat? Ja. Nou, ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Video's in onze kennisbank, dus op die naslagpagina staan ook de linkjes naar die onderdelen, dus daar kun je ook echt heel veel over terugvinden. Ja. En nog een kleine side note, de administratieinstellingen zijn bij sommige ruimtes anders dan bij andere ruimtes, school. Met een nieuwe... Dat vind jij met alles wat we doen. Nou, dit is wel heel erg school, ik heb er nu al geen zin meer in, maar ik moet opletten. Kijk eens aan, ik heb mijn to-do list en ik heb al wat dingetjes afgevinkt en het geeft voldoening. Terwijl je zei dat je het niet zou gebruiken. Oh, een to-do list, dat ga je niet gebruiken. Dat hoef ik niet. Zo maakt hij het open. Ik denk nou, alsjeblieft voor je cadeau hè. Tot maandag. Ja, misschien moet ik dat lijstje toch wel van jou gebruiken. Kijk eens jongens, ik heb wat bereikt. Eerlijk is eerlijk. Eerlijk is heerlijk. Ik krijg iedere keer ook van Claire een schouderklopje als ik een dingetje heb afgekruist of heb afgevinkt. Ja, Claire, super trots op mij. Je bent gewoon blij dat ik jouw cadeautje gebruik. Ja, maar ik vind het ook echt een nuttig cadeau. Weet je, ik denk echt dat jij dit nodig had. Ja, zeker. En hoe ik dit nodig heb. Nico wordt ook helemaal gek van mij. Dus jongens, ben je net zo'n groot als mij, koop dan een to-do list. Shani is nog steeds loops. Nog een pamper om. Zit mij of jouw schrift hier ligt? Welk schrift? Lag hier in de kamer. Als er niet zoveel in staat, is die van mij. Shani heeft heel de tijd geslapen. Ze is eigenlijk wakker. Nee, hij is van mij. Ze ligt zelfs een kindje. Bedankt hoor. Je pikt van mijn schrift. Jouw schrift? Ja. Hoi. Die hebben we allebei een eigen. We zijn even foto's aan het bewerken. En deze top staat onder andere online. En we zijn alles nu op Shopify aan het neerzetten. Webwinkel. We hebben deze top nieuw.
Very nice. Deze broek. Ook heel leuk met de vakantie. Deze top hadden we alleen in het wit. Nu in het zwart en donkergrijs. Eeuw, wat is het watje wat hier ligt? Oh, dat was van mijn eyeliner. Vergeet weg te gooien, sorry. Donkergrijs, top. Top, top, top. Deze groene jacket. Goedenavond. Ik ben mijn make-upje eraf aan het halen. En ja, ik gebruik dus een schoonmaakmiddel. Of een schoonmaakmiddel voor mij nou. Micellair Water Sensitive. Van de Lidl. En hij is niet verkeerd. Maar ik heb toch liever de micellair water van Garnier. Die vind ik toch eigenlijk wel beter. Ik merk toch dat mijn mascara bijvoorbeeld wel wat minder snel afgaat met deze. Maar hij was echt maar 4 euro of zo. Dus daarop gekocht. En ik dacht, ik ga het gewoon eens een keer uittesten. Maar hij is niet heel verkeerd hoor. Alleen het haalt gewoon wel, kijk maar, minder snel en goed je make-up weg. Dus je moet er even wat langer over doen om je make-up er goed af te halen. Ik zorg er wel altijd voor dat mijn make-up altijd goed eraf is voordat ik ga slapen. Ik vind het altijd fijn om met een heel schoon gezicht in bed te gaan. Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik vergeet het ook nooit en ik doe het echt elke avond. Ach, ik mis zonnebank. Ik mis zonnestralen op mijn hoofd. Give me some sun. Ik lijk wel echt een... Ik durf ook niks meer te zeggen tegenwoordig. Maar ik ga even wat op mijn kop smeren. En wat doe ik nou? Elke keer. In de avond heb ik niet echt een routine. Meer mijn make-up. Make-up eraf halen. Oh, hier heb ik wel weer zin in. Ik heb wel zin in een maskertje. Doe ik 1 keer, 2 keer per week op. En dan moet ik mee slapen. En dan moet je gewoon hiermee slapen. Deze is echt lekker van de Origins. En ik gebruik nu best wel vaak producten van de Origins. Omdat ik die ook heb opgestuurd en gekregen. Dus ik maak er best wel goed kennis mee. En ik vind het echt heerlijk spul. Het voelt allemaal zo natuurlijk wat ik op mijn kop smeer. Heel fijn. Het is gewoon een maskertje tijdens het slapen. Morgen dan doe ik het ook gelijk als handmasker. Morgen dan was ik het er weer af. Of je hoeft het er niet eens af te wassen. Je laat het er gewoon op. Maar ik was automatisch mijn gezicht gewoon in de ochtend. Of ik spring even in de douche. En wat ik tegenwoordig ook in mijn haar doe. Of wat ik tegenwoordig in mijn haar doe, is dit spul van The Ordinary. En die had ik ook gekregen in een PR pakketje. Ik moet trouwens even wat dingen laten zien op morgen. Ik heb allemaal pakketjes binnengekregen. En een paar heb ik nog niet eens uitgepakt. Want ik dacht, dat moeten we even samen doen. En eentje kon ik ook nog niet eens uitpakken, want... Ja, dat is een samenwerking, een unboxing. En het is een Dior tas en ik heb gewoon nog steeds niet gekeken, echt hoe knap. Nou, je pakt zo'n pipet. Die doe je dan tussen al je haren. Ik vind mijn haar heel dun geworden sinds mijn zwangerschap. Misschien lijkt het van niet, maar het is echt zo, want ik voel het ook echt. En ik ben niet gewend, want ik heb eigenlijk best wel dik haar van mezelf. En dan masseert het, zeg maar, dan masseer je het gewoon over je hoofdhuid. En ik heb wat recensies gelezen. Je haar groeit niet als kool of zo. Maar heel veel mensen hebben wel gezien. Door middel van het product wel elke dag te gebruiken. Dat ze echt wat meer babyhaartjes hier kregen. En dat hun haar wat voller werd. Dus let's hope for the best. Ja, zo lijkt het natuurlijk voller. Omdat ik gewoon alles naar voren aan het gooien ben. Maar geloof me. Toen ik vroeger dit deed. Ja, toen kon ik echt voelen dat ik echt... dikke bos haar had. En nu... Wat ik ook altijd doe is dat ik even mijn lipjes insmeer met Purol of Blistex of Vaseline. Wat mijn kamer ook aanschaft. En het is nu de Blistex Daily Lip Conditioner geworden.
Ik vind deze lekker. Heb ik van Niek gestolen. Niek heeft deze vaak op. En ik kan niet zonder lippenbalsems. Ik ben verslaafd. Zo erg verslaafd. Ik kan niet meer zonder. Ik ga mijn oordopjes in doen. Sjaan heeft hier aan gezeten. Niks is meer heel sinds Sjaan in mijn leven. Nou, ik ga meditatie doen van Jolanda Hoogkamer. Even kijken welke ik ga doen. Wel een slaapmeditatie. Ik wil altijd gewoon even één, ja, een leuke uitkiezen. Ken je dat? Of een leuke. Je wilt een leuke meditatie kiezen. Slaat ook nergens op. Je wilt gewoon eentje uitkiezen met een leuke titel. Slaapmeditatie om je dag positief af te sluiten. En met een kalm en rustig gevoel. In slaap te vallen. Intuïtief coach en trainer. In deze meditatie begeleid ik je. Goedemorgen. Ik sta even in deze positie hoor, want ik heb net een video opgenomen. Een unboxing met Vintage. En ik eet nu even een yoghurtje met granola. Ik zal alweer gaan. Maar ik moet naar de gynaecoloog om 10 uur. Ik had eigenlijk een afspraak om 9 uur staan. Belt ze me 2 keer op. Hey, je had een afspraak staan. En ik, oh wat erg. Ik was gewoon helemaal vergeten. Ik wist het gewoon echt niet meer. Terwijl ze me gisteren nog hadden opgebeld om te vragen of ik om 12 uur langs wilde komen. Zei ik, nee, laat maar om 9 uur staan. Hoe dan? Ik wist het echt, ik wist het gewoon niet meer. Het is gewoon helemaal uit mijn geheugen geweest. Ik heb net een unboxing gedaan voor Vintage. En ja, ik heb hem al opengemaakt. Maar ik laat even mijn designer bag zien. Even kijken hoe mooi. Oh my god, dit is toch echt prachtig. Dit is een Dior tasje, de saddlebag in het bruin. Nou, dit is toch super mooi. Het is een samenwerking met Vintage, opgericht door 2 meiden die uit Nederland komen. En zij houden ervan om vintage designer items te verzamelen. Dus vandaar mijn tasje. Ik ben zo blij mee. Hij is zo mooi. En ik heb ook van een PR-bureau dit pakketje gekregen van The Ordinary. Dit is een... Even kijken wat het is. Cleanser. Het is een facial cleanser. Dit is een moisturizer. En The Ordinary is ook niet zo heel duur. Dus ja, dit is gewoon wel betaalbaar voor iedereen. En wat is dit? Aloe serum. Het is in ieder geval serum. En is ook heel lief. Dat heb ik van Your Wishes ontvangen. Dit is een merkje die babykleding en accessoires verkoopt. Echt super schattig. Deze heb ik ook al in mijn eentje geunboxed. Ik kan me niet inhouden. Dit is toch lief. Dan kan het kindje hierin. En een leuk sterretje. Aan de commode of zo. En dan had ik nog een pakketje ontvangen gisteren. Die had ik nog niet opengemaakt. Dus ik dacht, die gaan we even samen doen. Leuk. Hey Joan. Ontdek de nieuwe Black Orchid Eau de Parfum van Tom Ford. Met deze bloemige geur laat je een langdurige indruk achter. We zijn benieuwd wat je ervan vindt. Groetjes Tom Ford en MMBSI Amsterdam. Nou, ik ben wel erg nieuwsgierig. Een mooi flesje. Ik heb wel een beetje het idee dat hij zwaar ruikt. Maar ja, hij heeft wel wat. Oké, ik ga het gewoon uitproberen op mijn pols. Oh, hij heeft wel wat. Ja, het is wel heel zwaar. Dus je moet ervan houden. Maar er zit inderdaad toch wel echt een bloemachtige geur in. Dus het kan wel voor vrouwen... Volgens mij, ik weet niet of het voor vrouwen is trouwens, maar het heeft wel wat. Wel een beetje een sexy geurtje of zo. Ja, ik moet er wel een beetje aan wennen, maar
Het heeft wel wat. Ik denk dat Nick deze ook wel erg lekker vindt van mij. Die houdt er wel van. Een beetje aparte geuren. Nou, lekker. Dankjewel. We hebben hem verwend. Ga snel mijn thee drinken. Yoghurt eten. Gelukkig ben ik niet misselijk geweest. Heel klein beetje een poko in de morning. Maar het misselijkheid is alweer voorbij. Dus ik ga eten. En ik ga naar de verloskundige. En oh, ik heb echt zin om daar naartoe te gaan. Want ik wil gewoon echt naar het hartje luisteren. Ik wil gewoon heel graag weten hoe het met mijn kindje gaat. Nou, ik kom dus terug van de verloskundige. En ja, ik liep gewoon echt met een big smile liep ik weg. Want ik heb eindelijk weer haar of zijn hartje kunnen luisteren. Ik laat het nu wel even horen aan jullie. Oh, wat fijn. Echt? En weer schoppen. Oh mijn god, ik voel niks hoor. Nee, dit klopt omdat het nog te klein is om te voelen. Oh, wat schattig. Ja, ik heb een lage bloeddruk. Maar dat had ik vorige keer al. Dat heb ik dus blijkbaar altijd al. En mijn bloeddruk is 90 over 50. Maar dat is geen probleem. Je kan dan soms wat duizeling voelen. Bij te snel opstaan of bij te lang staan. Maar ja, ik heb dat eigenlijk niet. Maar ze zegt ook van, omdat jij het al hebt, zit het gewoon in jouw systeem. Hoort het gewoon bij. Dus je merkt het niet. Ik had het vroeger wel altijd dat ik te snel opstond. Dat ik dan sterretjes voor me zag. Maar de laatste tijd heb ik dat niet meer. Maar misschien sta ik ook niet meer zo snel op als vroeger. Echo Noord bellen voor een echo. Voor mijn 20ste week echo. En dit geluid hoor ik al vanaf 7 uur 's morgens en het gaat gewoon heel de dag door. Echt, je wordt er helemaal gestoord van. Vanaf 22 weken kan je dus ook een prik laten zetten tegen kinkhoest. Dat het kindje niet wordt geboren met kinkhoest. Dus dat ga ik denk ik ook doen. Oh ja, en ik heb trouwens mijn NIP-test uitslag. Die heb ik trouwens al een paar weken geleden ontvangen en alles was goed. Dus dat heb ik eigenlijk ook helemaal niet meer verteld. Sorry bij deze. Of nee, helemaal geen sorry. Ik ben het gewoon vergeten te zeggen. Terwijl ik het wel heel belangrijk vind, maar ik ben het gewoon vergeten te delen. Dus die NIP-test was goed. En ja, ik ben zo blij dat ik even wat kon horen van mijn baby. En hij of zij schopte ook, dus dat was ook wel grappig. Maar ik voelde het alleen niet. En ik voelde het nog steeds niet, want daarvoor is hij of zij nog te klein. Alleen voelde ik vorige keer wel echt iets onder de douche. Dat vond ik nog steeds heel apart. Maar ja, dat was dat. Ik ga nu weer back to work. Het is hier net Siberië in dit huis. Ik heb even een Faux fur jasje aan van Claire. En we hebben trouwens een nieuwe zonnebril. Oh, dat staat wel chic. Ja, hij lijkt net yellow. I'm Jenny from the block. Dit pak hebben wij ook nieuw. Leuk. Ja? Wil je even omdraaien naar mij? Ja. Leuk. Ik ga lekker lunchen met Sarah. En dit is mijn outfit of the day. Ik draag deze Kimtop met mijn nieuwe vintage Dior tas. En deze broek, ook van My Sister's Closet, de Alexa Jeans. En mijn Tom Ford bril, die heb ik echt al een jaar niet meer... Wow, het lijkt alsof ik een skibril op heb. Tom Ford bril, die heb ik echt al een jaar niet meer opgehad. Laatste keer was in Ibiza. Dit ben ik. Dit ben ik. Dan ben jij net in de spiegel. Nou, Sjaan zit even in de bench, want we gaan lekker lunchen. Ja. Je mag niet gebeurd worden, hè? Hey baby. Even mijn broek zien vanaf de zijkant. Zo zie je mijn buikje. En doe jij zo? Nee, jij bent niet zwanger. Nou, gelukkig. Nu bij La Nostra, La Nostra Gigi. In het nestje. Krijg je al nestelgevoelens? Nesteldrang. Nesteldrang, dat bedoel ik. Leuk, ja, wat schattig. En dit zit dus op de Marie Heinekenplein. En we hebben lekker uitzicht zo. Ik
heb net echt heerlijk geluncht bij La Nostra La Gigi. Het menukaart is gewoon hetzelfde overdag als in de avond. Echt genoten van het heerlijke weer. Wat is het toch lekker weer. Het is gewoon 20 graden. Maar wat ik dus nog steeds wel grappig vind, is dat ik dus net een mocktail had. En er reageren gelijk allemaal mensen. Oh my god, drink je alcohol? Of een alcoholvrije neem ik aan. Dan denk ik echt, ja, ik ben alcoholist. Ik drink elke dag alcohol. Ik kan niet zonder, dus dan drink ik maar terwijl ik zwanger ben. Nou jongens, we leven niet meer in 1950 of 70. We weten allemaal dat we geen alcohol meer kunnen drinken tijdens de zwangerschap. Ik ga nu naar Brabant. Het is nog even een uur en een kwartier rijden. Maar is niet erg, doe gewoon lekkere muziekje op. Ja, fijne dag. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En we hebben alweer een race tegen de klok. Want Nick gaat padellen en ik ga gezellig mee. Maar Nick's auto staat nog in de garage in de stad. Want gisteren zijn we naar het terras geweest. Nick was er al en ik kwam er dus aan. En we zijn echt tot 1 uur 's nachts op het terras gebleven in Breda. Wel heel gezellig. En ja, maar Nick had veel gedronken, dus we zijn met mijn auto naar huis gegaan. En we gaan dus naar de padelbaan. En nu vergeet Nick gewoon zijn padelrackets. Die zitten nog in zijn auto. Ja, die ligt in mijn auto. Ja. Jezus, als ik er snel uit zeg. Je ziet je hoofd ook echt in een hoekje langskomen. Nou, gaan we Dus wij gaan heel relaxed zo meteen onderweg naar de padel. Ja, precies, heel mooi relaxed. Op tijd, maar gewoon dat je 2 minuten van tevoren aankomt. En ik loop zo en ik, kut, mijn racket ligt nog in mijn auto en die staat in de stad. Zijn racket, voor het geval dat jullie het niet hoorden, want ik snap dat jullie Breda. Ik snap dat jullie Nick af en toe niet kunnen verstaan op mijn vlog. Oh, ja, mijn moeder zegt dat wel eens. Wat zegt hij? Want dan verstaat ze je niet. Ja. Niet echt door je accent, maar je praat een beetje. Zo praat jij. Oké. Ga met heel de fam. Sjaan mee. Sjaan was gisteren ook op het terras. Ze heeft het echt goed volgehouden. En iedereen vond het wel gezellig dat ze er was. Maar op een gegeven moment vond ik het een beetje te druk worden. Toen heb ik haar naar huis gebracht. En toen ben ik weer teruggereden. Het was echt heel gezellig. Eerst met Saar op het terras gezeten in de middag van 2 tot 4 of zo. Dat is echt lekker. Je hebt echt een leuke dag gehad, zeg, gisteren. Ik had echt een hele leuke dag. Voor een zwanger wijf houden. Je bent best wel functioneel. Ja, ik ben van alle markten thuis. Het was dus het plan om de Q&A vandaag op te nemen. Maar ja, hè, zoals jullie kunnen zien. Nou ja, misschien niet zien, maar Nick is dus alweer brak op de zondag. Want hij is nooit een keer normaal op de zondag. Ja, dat jij jouw keer niet drinkt. Jij bent echt saai aan het worden ook, hoor. Ja, ik doe het voor ons kind. Jij zou dat ook moeten doen. Daar staat hij, hoor, je schatje. Mijn mopje helemaal alleen. Kijk nou, helemaal op het dakterras van Breda. Wat een leuk dakterras hier. Ja. Van de parkeergarage. Ik ga racen, ja? Ja. Jij hebt je andere kaartje zelf, hè? Ja, die heb ik. Moet ik die nu betalen? Ja, ik denk dat je gratis eruit wil. Je moet hem even erin halen. Oké. Dankjewel voor de handrem, hè. Ik rijd gewoon nu naar voren. Godverdomme. Ik ben aangekomen bij de padellers. Dus ik ga je even laten zien hoe Nick aan het padellen is. Ik ben alweer teruggekomen van padel. Ik ging even iets eerder naar huis. Want ik had geen zin meer om te kijken. Ik zat er al 2 uur en ze waren nog niet klaar. En ik heb me alweer even omgekleed en opgemaakt. Of nee, opgemaakt. Een beetje touch-up. Dit is mijn outfit. Shirtje van My Sister's Closet. Deze hebben we in het oranje, groen, blauw en roze. Knalroze. Dus het zijn wel echt hele leuke kleuren die we online hebben staan. Met mijn nieuwe tasje. Mijn blazertje. En Nick heeft gereserveerd om 7 uur bij More It's. Dus we gaan daar gezellig even lekker met z'n tweeën een hapje eten. Wij zijn onderweg. Gezellig. 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 Mommy en daddy. Nou, omdat het moederdag is, hè, gaan we nu speciaal even toch nog even op pad. Ja. Because it's Mother's Day. En volgend jaar kom je dus. Heb je zachte handen? Ja, ik heb handcreme opgedaan.
ben ik niet gewend met die Indonesische klauwen van je. Volgend jaar kom je mij een ontbijtje op bed brengen met die kleine. Nou, ik denk dat die kleine dat gewoon zelf mag doen. Nee, je moet die kleine toch helpen. Dat het gewoon een onafhankelijk mens wordt. Ja, maar dan is hij of zij 7 maanden. Ja? Dan staat hij al op 7 maanden jaar chudrans uit te persen. Krasantjes te wakker. Ja. Ah, zielig. Nee, papa moet wij gewoon helpen. Wij komen wel samen jouw kant uit. Wij komen samen jouw kant uit. Ja? Waar naartoe? Ja, naar jouw bed als je daar ligt. Dan komen wij ontbijt op bed bezorgen natuurlijk. Ja, daar kan ik nu al niet op wachten. Nou, we zitten helemaal met z'n tweetjes, want Nieke heeft heel het restaurant voor ons afgehuurd. Echt super lief, schatje. Speciaal voor moederdag. En nou ja, we kwamen net op het terras gelopen en het terras ziet er ook echt, het terras ziet er wel echt 10 keer leuker uit. Of nou ja, dat is ook wel 10 keer leuker, maar het is gewoon koud aan het worden. En ik ken ons, zitten we te klagen dat we het koud hebben. Dus zitten we maar met z'n tweeën alleen in het restaurant. Ja, maar je moet zo kijken, we zitten eigenlijk zo. Papa, we wezen mee. Ja, schat, jij kan niet vloggen. Echt zo. Ik kan een beetje draaien en naar buiten kijken. Ja, dat is waar. Geloof me, maar binnen een half uur komt iedereen naar binnen hobbelen. Want ben jij lekker bruin geworden, schatje? En je neus is wel verbrand. Nee, die is niet te missen. Dat is niet de zon als... Nou, we hebben lekker een film gekeken. Oh, je zag echt lijp onderkin. We hebben een film gekeken. Bij wie? Ja, bij mij. Ik viel zo, wij hebben een film gekeken. Nou, bedankt. Valt wel mee. Valt wel mee, ja. Maar net even niet. Nee, net was wel echt. Jij hebt helemaal geen onderkin eigenlijk. Nee, klopt. Maar wel als je van deze angle filmt. Oh, ja, dat is niet je beste hoek. Nee, dit is beter. En voor jou? Jij hebt 1,5 baard. Ja, het scheelt wel. Ja, misschien moet ik ook maar een baardje nemen. Het je wel goed. Het scheelt dus wel onderkin. Snor heb je al, dus dat is wel... Helemaal niet. Nou, we hebben een lekker filmpje gekeken. The Mother, Jennifer Lopez. En ik vond het een 7,3 waard. En Niek, wat voor cijfer gaf jou ook weer? Nou, ik vond het een 6,1. Uiteindelijk een 6,4 vond ik het. Ja, nou 0,03 omhoog gaan. En bij mij begon met een 7,1 en ging naar een 7,3. Ja. Nice. Ja, very nice. Nou, wij zitten thuis en ik wilde jullie even allemaal bedanken weer voor het kijken van deze weekvlog. Ja, Niek, wanneer gaan we nou onze Q&A maken? Want dat wil ik al weken. Ja, ik wilde vandaag gewoon maken. Ja, maar helemaal tijd, niet. Dat wilde jij helemaal niet. Jij was hartstikke brak vandaag. En je bent 3 uur wezen padellen. Ja, dat is mijn werk, hè. 3 uur lang. Dat is mijn baan. Waar zijn je knaken dan? Waar zijn je knaken dan? Ja, hoe denk je dat ze daar het restaurant wel vanaf gegeten hebben? Hoe dat betaald wordt? Dat is allemaal padelgeld, hè. Dat win ik met mijn toernooien. Niet waar. We gaan afsluiten. Dus bedankt voor het kijken van deze weekvlog. Onze Q&A komt er binnenkort aan, want er zijn heel veel vragen gesteld over ja, als we zwangerschap. Volgende week niks hebben, dan gaan we ze volgende week zondag. Als we volgende week niks hebben. Ja. Ja, zo werkt het niet. Kijk, het probleem is gewoon, als het op zaterdag fucking lekker weer is en je gaat lekker het terras op. Ja, ik kom daar niet ongeschonden uit. Nee, jij niet. Je zou eens met me mee moeten doen, niet drinken. Scheelt je een hoop kater. Mm-hmm. Ik denk dat het voor jou ook wel goed zal zijn. Ik voel me echt beter sinds ik niet meer drink. Ik rijd morgenochtend weer naar huis. En dan zie ik jou weer volgend weekend, hoop ik. Is er geen dag dan? Is het de hele week niet? Wat? De hele week niet? Ik weet niet. Wanneer je... Weet niet. Ik denk dat we elkaar heel de week niet zien. Nou, we kunnen elkaar wel zien, maar dan moet je maar naar mij komen. Ik heb geen zin om weer hierheen te komen.
Ja, ze zijn allebei druk, man. Mhm. Nou, volgend weekend kunnen we wel langs bij elkaar komen. Oké, mop. Ja. Ik sluit maar af. Je bent live aan het afdwalen. Okay. Zullen we meer planningen die we kunnen bespreken? Of wat? Gaan onze hele weekplanning nu bespreken. Nou, thanks for watching. En laat vooral even een leuke comment hieronder achter. En dan zien wij jullie volgende week weer. Ja, drink je pot zo meteen even op. Oh shit. Schuimlaagje is er al af. Later. Doei.